Oeh, ik zie denk ik al dat ze de golfplaat nog geluid hebben. Nou, zover ben ze wel al. Ja, die wilden ze nog met hebben en hergebruik ergens, weet ik veel. Ze doen hun best maar. En de shovel ook al... hey, kijk. Oh, het is een muur en alweer. Goedemorgen, nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik ben net klaar met melken. Ik wil even de koeien nog een hapje eten geven. Die kunnen er nog wel een beetje bij gebruiken. En dan hebben we nog een drukke dag voor de boeg. Want vandaag komen de bouwvakers. Die gaan beginnen met die schuur daar af te breken als het goed is. Dus al de gereedschap moet er zo meteen maar uit. Daar gaan we straks eerst in doen. En dan moeten we natuurlijk even aan het schudden, want we hebben nog gemaaid de vorige keer. En ik dacht, als we toch aan het maaien zijn en gaan, kunnen we zo goed dat veldje 8 van ons ook nog eventjes maaien. Dan wordt dat ook hooi. Dan kan dat ook in pak. En dan kunnen we al die pakken mooi in één keer verkopen. Dat was een beetje het idee. Ja, nou, half vol met maïssilage. Dan een plotje grassilage erbij. Deze gaat ook al hard leeg en dat is wel mooi. Als we nu maar even voor pakken, dan kan de volgende keer kan dan alles zo weer de bult in. Is dan het idee ongeveer. Nou, deze hem afvullen. Ja, weer mooi meevoeren voor de koeien. Zo, bakje vol. Helemaal goed. Nou, gooi ik dit hem snel bij de koeien neer. En dan kunnen we dan aan de slag. Eén vraagje is als goed is genoeg voor vandaag. Die gaan ook weer leeg. Nou, mooi. Dan zet ik deze weer terug waar ik hem weg heb. En dan zit die taak er ook alweer op voor vandaag. En dan moeten we nou eens even die schuur leegruimen daar. Ja, als ze daarmee begint te slopen, dan wil ik natuurlijk liefst niet dat mij al dat machines eronder komen te zitten. Nou, shovel kan in principe staan blijven, want die gaan ze ook gebruiken. Alleen combine moet even weg, de pers moet even weg. Even een ander plekje vervinden. Mijn bordkarretje er direct achter. Ja, maar dit hele spul kan binnenkort ook alweer gebruikt worden. Voor ons veldje met tarwe. Dat groeit en bloeit natuurlijk ook gewoon lekker door. Ik wil binnenkort een keer mijn spoelmachine over hem moeten. Ja, dat is vandaag niet meer. Vandaag hebben we dat drugs uit. Ik zet deze mooie onder die overkapping daarboven op die bult. Dan hebben we er het minste last van. Dus staat hij toch nog een beetje afgeschermd. Oh, kijk eens aan. Daar ben ik nog helemaal vergeten de vorige keer. Donders. Kijk, die bult me bieden. Er moet wel een kleedje over natuurlijk. Oh, oh, oh. Nou, eerst die combine aan de kant. Doen we dat direct nog heen. Daar had ik helemaal niet weer aan gedacht. Kan ik dit dus hier kwijt? Wel. Kijk, net zo mooi. Zet hij toch een beetje onder dak. En dan kunnen we hem de volgende keer hier zo weghalen. Ja, dan moet ik nou eerst even dat kleed op die bieden maken. Anders komt dat weer niet goed. Ik hoop trouwens dat het droog blijft vandaag. Met de hooi. Het is aardig bewolkt allemaal daarin dus. Nou, hier een kleedje op prutsen. Dan kunnen we dan weer willen. Kijk, zo is dat weer een heel stuk beter. Zo hebben de weersomstandigheden daar geen invloed meer op. Dan kunnen we dat binnenkort ook laten ophalen. Goed, verder met opruimen. Dan neem ik gelijk de fort in met die kant op. En dan kan mooi die bussel er even aan. En die fort, die ben we toch nodig vandaag. Want die moet hem voor de schudder. Ik heb eerst mooi een brug om die borstel daar nog aan weg te pakken. En die bak met kippenvoer moet daar ook weg. Daar hebben ze anders ook last van. Zo, oké, waar ga ik met deze neer? Ja. Oh, dat kan wel in waar die voortsturen. Mooi hieruit. Daar ergens denk ik. En dan pakken we nog even dat voerbakje voor die kip. Die nog helemaal aan de kant. En dan is alleen de pers nog. Nou, de pers die hebben we vandaag ook nodig als het goed is. Dus daar kan direct een dikke trekker voor. En dan kunnen de bouwvakkers, als die zo meteen komen, dan kunnen die hun gang gaan. Want heel lang zal dat allemaal wel niet duren voordat ze er zijn. Vandaar dat we al mooi vroeg op pad zijn vandaag. Kijk, die moet ongeveer zo. Dan hebben we die er nog helemaal aan. kan ik direct kijken of de kip nog wat hebben wil. Nu we zo bezig zijn, zeg maar. Er zit een beetje in dat bakje. Gelijk hem zien of ik dat hier nog kwijt kan. Hoeveel gaat er nog in? Nou, een klein beetje maar. Nou, dat is wel mooi. We hebben een flinke voorraad van dat spul. Moet ik alleen even zien waar ik dit neerzet, want dit moet wel hem droog staan. Oh, goeiemorgen, daar hebben we alleen. Hallo, dat is mooi precies. Nou, ik zoek snel een plekje voor dit bakkie. En dan zal ik eens even naar die man toe. Hoe kan ik dit hem kwijt? Nou ja, best is gewoon hier onder dak maar, denk ik. Oh, wacht eens. Daar kan ik hem ook heel lekker natuurlijk. Dan is hij ook droog. Zo vaak hoef ik er niet bij. Ik heb dit bakje mooi hier neer. Hem help onthouden, want als ik hem een keer kwijt ben, dan staat hij dus hier. Want dat is net wat voor mij om te vergeten dat het ding hier staat. En de volgende keer maar zoeken en zoeken en zoeken. Nou goed, die heeft ook plek. Zet ik deze direct bij de schudder neer. Pak me de pres naar hem uit de schuur. En dan gaan we op pad. Oh, wacht, ik zal eerst even met die man praten. Want die zal zo meteen ook wel beginnen willen. Nou, eens even kijken wat allemaal wil en wat de planning is voor vandaag. Nou, duidelijk zien collega die komt er ook zo aan. En dan beginnen ze eerst eens met slopen van de schuur. De shovel die wouden ze inderdaad wel graag gebruiken. Dat is wel mooi. Hey, volgens mij zie ik zien collega daar ook al aankomen. Helemaal in orde. Die man ook nog helemaal wachten. Kijk, helemaal. Hoi. Nou, kan die daar ook parkeren. En dan kunnen ze aan de gang. Ik zet eens snel een voor de schutter. Pak me die persen gauw in moed. Die man die gaan vast en zeker eerst een kopje koffie doen of zo. Dat kan niet missen. En ze moeten ook even rustig bekijken natuurlijk. De eerste dag moet niet vol aan de bak. Ja, kijk. Schutter er even aanknop. Dan staat dat alvast klaar. Liggen die klaar. Met de aftakgas. Ook wel handig. Dan zet ik dit alvast in. Dus ik kan erop. Maar deze kan in principe al beginnen zometeen, hè. Ik wil een beetje vroeg nog even de douwen een beetje af hebben. Maar dat komt ook vast wel goed. Dus dan zet ik hier neer. Sta er ook niet in het paard. Dan hebben we straks gewoon met. En dan moet alleen de persen nog hem uit. Dat doen we wel even met de dikke vent. Want die gaat straks ook persen natuurlijk. Hoppakee. Toch ben ik nog steeds erg blij dat we deze trekker kunnen gebruiken van de dealer. Ja, er komt natuurlijk een dag dat hem inleveren moet. Dat zal wel sneu weten. Ja, of ik moet hem over kunnen kopen natuurlijk. Of ze moeten anders iets hebben. Ja, er komt een dag dat we deze niet langer kunnen lenen. En daarom gaan we ook als de donder aan de slag vandaag. En flink pakken persen kunnen we een beetje geld verdienen. Nou, deze druk ik wel even in de werkplaats. Anders staat die ook nog in het paard. Zo. Nou, mooi. Die ook klaarstaan. Hij wat dacht alweer. Oh, het schuur is leeg. 12 akkers minder. Er zou als goed is nog een container komen straks. Nou, daar hoeven wij niet op te wachten. Die man die rent zich er vast van met. Ik pak eerst hem de MB. Dan rieven we daar met een veldje achter. Dan kan die alvast beginnen te maken. Ja, maar als we toch met de persen zo apart gaan, dan is het zonde om dat veld niet te doen. Gras staat er daar ook wel alweer dik op. Veld kunnen we goed gebruiken. Alleen maar handel. En die bieten die kunnen we nog een keer verkopen. Ah, dan komt het ook vast wel goed dat ik op een gegeven moment toch een keer een trekker kan aanschaffen. Zodat we niet langer afhankelijk zijn van het lenen van eentje van de dealer. Gewoon ons eigen dikke trekker. Kijk, want hier dit veldje, ach, dat is ook gewoon klaar om weer gemaaid te worden. Ja, doen we dat gewoon. Anders ligt dat hier ook maar te liggen. En dan denk ik dat ik uiteindelijk dit veld wel verkopen wil. Ja, dat is voor latere zorg. Eerst moet dit allemaal door sim af. Zo, hoppakee. Daar gaat hij. Toedeloe, het beste. Wij komen hier straks wel schudden, denk ik. Ja, dan moet ik weer lopen naar de boerderij. Nou, een mooi stukje ochtendwandeling. Hier is ook niks mis met. We hebben alles goed onder controle vandaag, alle tijd. Ik wandel hem rustig die kant op. Maar het is wel hem genieten zo hoor, zo'n wandelingetje hier. Het lijkt toch weer een mooie dag te worden vandaag. Een mooie dag om in het heu te gaan. Niks mis met. Hier die dikke bult met bieten hier. Oh, dat levert ook vast nog wat procenten op. Hier zo langzaamaan wordt het wel wat. We beginnen nog een beetje geld te verdienen. Ik geef het alleen net zo hard weer uit. Dat is dan wel weer een beetje onneuzel, maar ja. Ook dat moet. Ik ben daar in ons veld tarwe. Dat kunnen we net niet zien. Ik kan wel even langslopen. Hier, daar staat er ook alweer mooi bij. Nee, je kan sproeimachine binnenkort een keer overheen. Dan is dat ook weer klaar. Kan dat ook gaan doorgroeien. Kunnen we dat met daar ook gaan oogsten. Wat nog wel eens wat. Voordat ik aan het schudden ga, wil ik eerst nog even een kop koffie hebben. Dan wil ik kijken of die man nog wat hem wil. Maar we zullen weer verder. Zo, even snel een bak koffie uit. Nu ben ik eindelijk aan het werk. Pak mijn mooie fort erbij. En nou eens even met schudden. Oh, kijk aan. Containerauto. Oh man, oh, ik kijk hoe hij dat neerzet. Nou, doorsteekt dan de container. Oei, ik weet niet of er die hele schuur wel in past. Nou, ze moeten het allemaal bekijken. En anders dan lassen ze dat maar op. Ze redden zich het ook vast van mij. Ik ga het schudden. Alweer veel te veel bemoeid met de bouw. De man weet nog vast wel wat ze doen. Wij kunnen ons veel beter gewoon bezighouden met het boerderwerk. Kijk, garage liggen net zo mooi bij. Een mooi nachtje kunnen liggen. En dan gaan we nou eens even schudden en dan kan dat denk ik vanmiddag wel in pak. Dat zult toch wel mooi weten. Misschien wel handig om die schudder even uit te klappen. En laat hem in zak. Dan zetten we hem aan. En dan kunnen we los. Ja, dit is mooi. Los schudden. En hem drogen. Komt allemaal wel goed. Het enige waar ik misschien nog wel in wat aan doen moet, is onze hark. We hebben natuurlijk dat simpele dingetje nog. Ik wil eigenlijk wel een iets grotere hark. Maar ik heb geen flauw idee wat die ding kost. Daar zou ik straks eventueel nog even naar kunnen kijken. Maar als het te duur wordt, dan doen we het nog alleen met onze holle, denk ik. Op zich wil dat ook nog wel. Alleen dat ik hem een iets grotere haak heb, gaat het allemaal net een klein beetje sneller. Dan heb ik geen haast. Ik heb de hele dag de tijd, maar toch. Ik wil ook weer wat brandstof en zo. Uiteindelijk is het toch weer een goede investering als ik dat zo doe. Wat dat betreft kan ik straks wel eens even de winkel opbellen. Dus even kijken wat ze hebben en wat dat kost. Ja, eerst het veldje maar afschudden. Dan kan ik door naar veld 8 daarna. Daar hem schudden. Dat op zweel. Pakken pasen. Pakken verkopen. En mooi vlot. Dat is op de rekening. Althans, dat is dan de theorie. Ja, een beetje goed stuur kan ik precies 3 van die bril met hem. Ja, dat moet wel heel precies sturen. Nou, op zich wil dat wel. Ja, ik een beetje secuur doe, heb ik mooi vlak klaar. Heb wat minder beweging, kost wat minder brandstof. Allemaal weer beter voor alles. Nou, dan moet ik denk ik nog even een keertje naar achteren en een keertje weer naar voren. En dan hebben we dit veldje mooi geschud. Dan kunnen we dan in één keer door naar veld 8. Ik ga ervan uit dat hij daar ook wel ongeveer klaar zal zijn met Maarten nu. Dan kan ik dan de maaier weer metnemen en dan kan de hulp die daar nog aan het maaien is, de boel in gaan schudden. En dan kan ik intussen eens even kijken bij de winkel wat mij een nieuwe zweler kost. En dan kunnen we vanmiddag de boel mooi op zweel jagen. En dan met de pakkenpaars erachteraan. Zou dat mooi zijn als we alles vandaag aan de kant krijgen. Wat een hele klus. Ja, het is nog vroeger, we waren er op tijd bij vandaag, dat scheelde weer 0 stuk. Nou, les een beetje naar hem. Oh, hier zit op zich nog best wel wat gras in. Ik verwacht hier ook nog wel een paar mooie pakken vanaf de hand, denk ik. Nou, maar hoop dat dat ook wat geld op gaat brengen. Als het in ieder geval maar zoveel opbrengt als wat een nieuwe zwelen mij zou kosten. Dan heb ik die er alweer mee verdiend. Kloremet. Opklappen. Dan racen we nou direct naar dat veld achter toe. Even zien hoe ver hij is met mij. En dan gaan we daar ook aan schudden. Althans, wij niet, de hulp dat had, maar dan wordt dat in ieder geval geschud. Ik ben ook wel benieuwd hoe ver die mannen van de bouw nou zijn. Die wil voortvarend aan het slopen zijn ze. Nou, daar is even kijken nemen of dat ook daadwerkelijk zo is. Oeh, ik zie denk ik al dat ze de golfplaat nog geluid hebben. Nou, zover ben ze wel al. Ja, die wilden ze nog met hebben en hergebruik ergens, weet ik veel. Ze doen hun best maar. En de shovel ook al... kijk. Oh, deze muur hebben ze ook al weg. Donders. Tempo zit er goed in. Dan ben ik benieuwd of er aan het eind van de dag überhaupt nog wat staat. Ja, zo'n hele dikke klus is het op zich ook niet natuurlijk. Hè. Ze brengt die muren er weg, maar in de container, die palen ertussen weg. En de dakplaten. En een schuurtje ook al verdwenen. Nou, ik ben benieuwd wat ze ervan maken. Wij gaan hier gewoon verder. Ik wil ze er ook niet bij storen. Als ze zo hard aan het werk ben, moeten ze mooi hun gang laten gaan. En vooral niet afleiden. Nou, volgas naar veld 8. Dat is natuurlijk wel, als ik dat veldje 8 uiteindelijk ga verkopen, dan hebben we dit mooie ritje niet meer. Dat is dan wel weer jammer. Ja, je koopt natuurlijk ook niet een veld alleen voor het mooie ritje. Dan kunnen we ook wel een keer gewoon een wandeling maken hier. Alhoewel misschien hier in de buurt ook wel andere velden liggen die wel interessant zijn. Maar ja, dit veldje was wel een mooi veldje, maar er zit een rare tipjes in. Nou, hoe ver is hij met zijn maaierderij? Maar het is bijna klaar, ja. Nou, wachten we daar mooi maar op. Dan kan hij het schudden overnemen. Ik kan natuurlijk alvast even gaan beginnen rondom. Dat is wel een optie. Laat ik dat maar doen. Kijk, maar ik kan in ieder geval wel alvast even rondom gaan, ja. Dat is wel even een ideetje. Maar klaar is maar klaar. En dan kan hij de maaien intussen wel hem afmaken. Dan ga ik gewoon hem één keer rondje schudden. Dan neemt hij straks gewoon over. Dan neem ik de maaien met neus. En dan gaan we eens even kijken bij de dealer. Een andere hark. En dan denk ik dat ik die oude gewoon hou. Want die kan nog wel eens makkelijk bij langs de rigel of zulks wat. Dus zoveel gaat het nog niet opleveren waarschijnlijk. Maar goed, eerst maar eens even zien wat die dealer liggen heeft en wat het kost. Ja, het moet allemaal wel een beetje betaalbaar blijven natuurlijk. We hebben wel wat geld, maar dat hoeft ook niet allemaal in één keer weg. Ik heb mijn visengels even met me nemen. Dan hebben we hier mooi hem kunnen vissen straks. Nou, ik denk dan kan dat vanmiddag wel even. Als ik hier ga haken. Misschien dat ik eraan denk dat we dan hem mooi wat kunnen vissen hier. Dit vast wel wat. Nou, en intussen is hij ook bijna klaar. Misschien maar rijden komt mooi uit. Maar we zijn ook net vuur aan. Dan kan hij het mooi overnemen. Dan neem ik de maaien met. Nou, loopt dat allemaal uit de trein vandaag. Dat is mooi zo. Yo. Nou, een klein strookje zie ik. Wat hij moet. Even dat ding uit. Ja. Wacht, ik heb tot hij kloor is. Ah, een mooi dik gras zo. Dan wordt dit hartstikke mooi heu. Hier komt nog wel wat pakken af en dan van dat andere veld ook. Moet ik die alleen nog zien te verkopen. Ah, dat gaat ook vast wel lukken. Altijd dikke handel. Nou, hij is klopt met zijn maat en hij gaat nou dit schut hem dan maken. Helemaal goed. En ik neem die MB met naar huis. Dan kunnen we die weer opruimen. Oh, die mag nodig in mijn wasbeurtje hebben. Maar dit gaat niet goed zo. Maar ja, daar heb ik nog iets voor. Want ondanks dat we geen haast hebben, moeten we wel een beetje doorzetten natuurlijk. Die hebben de kantjes er maar vanaf kunnen lopen met een beetje pierenwaaien. Dat spul wassen, dat kan ook wel als het onderdak is. Ik zet deze ook gewoon eerst in de schuur. En dan pak ik mooi gelijk de inter er zo bij. Ja, misschien dat ik eerst eens een plakje brood ga halen, want het is 8 uur en ik ben al een mooi poosje in touw. Dus ik dat nou eens even doe. Even snel een pakje brood pak. Een kopje koffie erbij. En dan gaan we nou weer verder. Kijk man, ik ben nog mooi hard aan het werken, hartstikke goed. Nou, ze hadden gezegd dat de schuur vandaag nog tegen de vlakte zou, dat die helemaal plat zal. Nee, we gaan het met maar. Zullen wel mooi weten. Hang er hem goed in al. Dan hebben we ook snel weer een mooie nieuwe schuur. Nou, ik ga een plakje brood eten. Kopje koffie. Bel de dealer eens inbellen. En dan kom ik straks weer terug.